Jelle, van Rio naar Lichtenvoorde, dat is wel even acclimatiseren. Ja, dat is wel heel even wat anders. Alhoewel, qua temperatuur komt het wel aardig overeen op het moment. Maar nee, ja, heel gaaf en ik ben heel erg dankbaar dat die mensen hier allemaal voor mij zijn gekomen en dat doet me heel veel. Wat doet dat precies met je? Ja, ik had er helemaal niks van meegekregen en ik voelde wel een klein beetje dat speciale dingen gingen gebeuren. Maar ja, goed, je weet natuurlijk niet wat en je weet niet wat de jongens en de mensen van de gemeente allemaal hebben voorbereid. En nou, ja, dan kom je hier en dan is het wel meer dan een warm onthaal. Hoe belangrijk is het dan ook om zo'n sporter in het zonnetje te zetten? Nou, heel belangrijk voor het sportklimaat in Oost-Gelre. En ook daarnaast, het is een super verdienste. We hebben nog geen Olympische sporten in onze gemeente gehad. Laat staan iemand met een medaille. En daarnaast is het natuurlijk ook een hele opsteker voor de sport. De sporten in de breedste zin van het woord, alle diverse sporten. Maar ook de breedte sport, dat veel meer mensen gaan sporten. En ja, we zijn bezig in Lichtenvoorde met het realiseren van een sportboulevard, een combinatie van diverse sporten, maar waaronder ook fietscross. Nou, dit is natuurlijk een hele mooie opsteken, ook voor de verenigingen om te kunnen groeien. Ja, dus wij vinden het echt heel erg super. Ja. En dan krijg je ook nog een gemeentelijke onderscheiding. Wat betekent dat voor jou? Ja, dat is heel bijzonder. Ik ben in deze gemeente opgegroeid natuurlijk en ik heb hier mijn hele jeugd doorgebracht. En om dan zoveel kids hier te zien en ja, goed, weet je, ik kan mezelf nog heel goed inbeelden dat ik een van die kleine jongens was die daartussen liep. En niet zozeer bij een huldiging of zo, maar gewoon dat je op dat moment heb je daar helemaal geen idee van. En ja, goed, het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je zoiets krijgt. Sport verbindt. Dat doet het overal. Kijk op het voetbalveld, in het zwembad. Zwemmen gaat ook heel erg goed in Lichtenvoorde. En dat verbindt mensen een bepaalde prestatie. Als ik kijk naar het filmpje toen Jelle zilver won hier van achter mij in het café De Kroep. Dan zie je in en al verbinding en dat is geweldig. Nou, nu zilver, geweldige prestatie. Maar wat kunnen we nog meer van je verwachten in de toekomst? Nou ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik bedoel, ik ben 25 en ik wist wel dat dit een moment was voor mij om dit te doen, zeg maar. Goed, ik weet niet of ik over 4 jaar überhaupt nog de Spelen ga halen. BMX is een hele jonge sport en nou, goed, heel veel jonge talenten die daar natuurlijk door gaan stromen. Dus ik heb absoluut de ambitie om nog gewoon volle bak voor Tokio te gaan. Alleen ja, goed, de tijd zal het uitwijzen en ik probeer eerst hiervan te genieten. En ja, goed, dan kijken we langzaam volgende week wel verder. En ja, goed, eerst genieten, dat is het belangrijkste nu.